Welkom bij deze boekanalyse op mijn kanaal Ongeduld. En dit keer over het boek Dode Zielen van Nikolai Gogol. Help me met de uitspraak, alsjeblieft. Laat het weten in de reacties, want dat helpt me enorm. Oké, kort, krachtig, we gaan het erover hebben. Dit boek, bijzonder boek. Nikolai wordt gezien als een van de grootste grondleggers van de Russische literatuur. We hebben natuurlijk al de kapiteinsdochter gehad van Pushkin. Hij viel daar ook onder als een van de eerste schrijvers die echt de Russische taal promoten, terugbracht in literatuur en op de voorgrond stelde. En daarin ook echt proza naar voren bracht als het ware. Gogol had het als taak om met zijn boek, en voornamelijk dit laatste boek, een werk neer te zetten dat de goddelijke komedie van Dante en de Odyssee van bijvoorbeeld Homer te evenaren. Het moest echt een epische legende worden als het ware. Dit is hem helaas niet gelukt, in de zin van, en niet vanwege de kwaliteit. De kwaliteit van het boek was fantastisch en daar ga ik het zo over hebben, maar hij is gestorven op een redelijk jonge leeftijd, 42 jaar als ik het goed zeg. Op een bepaald moment is hij in een neerwaartse spiraal gekomen als schrijver zijnde, met zijn mentale gezondheid. Het ging steeds verder achteruit. Hij is gestopt met eten, hij is gestopt met drinken. Hij is 24 uur per dag is hij gaan bidden. En hij is langzamerhand door de honger en de pijn en uitdroging is hij gestorven. Dit gebeurde nadat hij, want het boek is in principe nu opgedeeld in twee hoofdstukken. En er had nog een derde had er aan moeten komen. Zoals alle grote epische verhalen wilde ook Gogol drie delen, een trilogie. Nou, dit zat er dus niet in. Deel 2 heeft hij deels in de fik gestoken voor twee keer. En het derde fragment is er nooit gekomen. Dus dit laat ons ook in een deel van onwetendheid achter. Dat is het vervelende. Maar tegelijkertijd ook het mooie. En daar ga ik het dadelijk nog over hebben. Nou, het boek uitgekomen in 1842. En in het boek volgen we het verhaal van Chichikov. En Chichikov is een Rus. En hij gaat het land door. En elke keer ontmoet hij nieuwe mensen met eigenlijk één doel. Hij wil dode zielen kopen. En vanwege de titel van het boek is ook een tijdje is het boek niet echt gewaardeerd. Ook bijvoorbeeld door de Russische Orthodoxe Kerk. Van maar een dode ziel. Een ziel kan helemaal niet sterven. Een ziel is er voor altijd. En wat promoot je hiermee? Maar waar Chichikov naar zoekt in het boek zijn, op een gegeven moment was er voor een tijd in Rusland waren er slaven. En die slaven die werkten op het land en die waren bezit van de landeigenaar. En eens in de zoveel tijd, dan kwam er een ambtenaar, die kwam dan langs en die bepaalde door middel van een telling hoeveel slaven op dit moment een landeigenaar had. Dus stel je voor, je had er 100. Dan schreef die ambtenaar, die schreef dat op in zijn boekje en hield die bij van meneer puntje heeft 100 slaven. En dan ging hij naar de volgende landeigenaar en dan deed hij hetzelfde. Maar Rusland is een extreem groot land. Het duurde vaak ontzettend lang om zo'n lijst op te nemen. En tegelijkertijd, wat nou als er de volgende dag iemand sterft? Moet dan elke keer een landeigenaar weer terug naar de overheid om door te geven, één van mijn slaaf is overleden. En de lijst moet worden aangepast. En tegelijkertijd, als die dat zou doen, dan zouden er 25 andere eigenaren zijn die dat ook zouden moeten doen. En dan zou zo'n lijst nooit accuraat zijn. Dus wat er af en toe gedaan werd, was er werd zo'n lijst opgesteld. En dan bijvoorbeeld 2 jaar later werd de lijst opnieuw opgesteld. Maar, waar zoekt Chichikov nou naar? Stel je voor, je hebt 100 slaven. 20 sterven er voordat de nieuwe lijst is gemaakt. Dan kan je in principe de slaven overkopen, als het ware. In de zin van de gestorven slaven kan je opkopen. En dat wil hij doen. Alsof ze nog levend zijn. En dan neemt hij de belasting op zich van die slaven. Dus je moest nog steeds geld betalen als landeigenaar voor de slaven die jij hebt. Maar als iemand die overkoopt, hoef jij die belasting niet meer te betalen. Dus wat deed hij? Hij kocht al die gestorven slaven. En die zette hij op zijn lijst als levend. En dit zorgde ervoor dat hij feitelijk een hele lijst had
aan levende slaven, die hij voor een spotprijsje kon overkopen, waarmee hij leningen af kon sluiten, want hij kon aangeven, kijk eens hoeveel slaven ik heb. Ik heb het hartstikke goed voor elkaar, ik heb een mooi stuk land, ik heb ontzettend veel slaven, ik doe het goed. En dan kon hij een lening afsluiten, dan kon hij van die lening kon hij weer allemaal dingen kon hij kopen. Maar ja, hè, dan moest je dus wel die slaven overkopen. En dat is dus wat hij doet. Het hele boek lang heeft hij eigenlijk één taak. En dat is snel rijk worden. Hij springt over van landeigenaar naar landeigenaar naar landeigenaar. Gewoon om elke keer die landeigenaar te overtuigen van nee, het is goed. We doen hier niets buiten de regels. Het is oké. Ik koop ze gewoon voor je over. Ik help je zelfs. Ik bedoel, je hoeft geen belasting meer te betalen. Ik probeer je hier te helpen. Als je mij nou gewoon je dode slaven laat opkopen en we doen allebei alsof ze nog leefden. Helemaal prima. Klaar. En zo bouwt hij dus een netwerk op en geld. Steeds meer geld kan hij zo krijgen. En dit hele boek draait daar eigenlijk om. Het hele boek draait om Chichikov, die rondgaat en de meest grappige en bijzondere mensen leert kennen. De meest bijzondere karikaturen worden er neergezet van de verschillende mensen die hij treft. Allereerst komt hij in een dorpje aan en in dat dorpje sluit hij met verschillende mensen sluit hij vriendschappen. Want hè, hij wil dan toch een beetje erachter komen van nou, hè, wie is hier nou een landeigenaar die nou, ja, veel geld heeft, veel slaven. En is er toevallig, zijn er ook veel gestorven? En is er toevallig niet een pandemie geweest of iets dergelijks? Omdat er ergens heel veel slaven zijn gestorven? Want kan hij ze opkopen? En hij gaat met iedereen gaat hij een beetje een praatje maken. En hij doet ontzettend vriendelijk en open en aardig en spontaan. En hij wordt gezien als een held. En hij koopt allemaal dode slaven. Alleen op een gegeven moment in dat dorp begint er een beetje een rumoer op te komen dat hij de dochter van de gouvernant wil overkopen. Of dus niet overkopen, sorry. Dat hij met haar wil trouwen. En dat hij daarom overal dode slaven, of dode zielen zou kopen. En dat rumoer dat gaat dus rond in de stad. En op een gegeven moment wordt het hem te heet onder de voeten en komen de mensen achter. Plus, de hele stad wordt ook een beetje bang. Want de hele stad weet eigenlijk niet wat er nou bedoeld wordt met dode zielen. En ze zijn bang dat het toevallig iets betekent wat met hen te maken heeft. Dus bijvoorbeeld de politieagent die net eventjes niet zo goed heeft opgelet. Of de rechter die bepaalde dingen toch niet zo hard heeft bestraft. Of juist misschien iets te hard heeft bestraft. Iedereen denkt dat, nou ja, dit concept dode zielen misschien wel iets met hen te maken kan hebben. En dat er misschien wel iemand komt van buitenaf die hen gaat bestraffen. En zo wordt heel dat dorp wordt een beetje angstig en angstiger en angstiger. En het wordt Chichikov te heet onder de voeten en dan vertrekt hij. En dan gaat het verhaal weer verder. Hij vertrekt uit het dorp. Hij heeft het nou ja, daar in ieder geval te lastig gehad. En dan gaat hij gewoon weer ergens anders heen. En dan gaat hij ergens anders proberen. En uiteindelijk krijgt hij het voor elkaar om, hoe noem je dat? De wil die iemand achterlaat als iemand overlijdt. Die weet hij een tikkeltje aan te passen. Waardoor hij recht heeft op een bepaald landgebied en een bepaald huis. Dat hij eigenlijk niet had. En hier wordt hij, dit wordt achterhaald. Hij wordt vastgezet. En uiteindelijk, in deel 2, weet hij dan nog weg te komen. En het boek eindigt met hij, die vlucht, weer weggaat. Terwijl tegelijkertijd een groep met mannen die allemaal een beetje te maken hadden met wat er rondom hem afspeelde. En die tegelijkertijd ook van verschillende dingen verdacht worden. Die worden ondervraagd door de prins van het gebied. En hier eindigt het boek. En wat ik dan ontzettend interessant vond, was eigenlijk, en dat vond ik oprecht heel, heel boeiend om te lezen. En ook heel boeiend om, juist omdat het boek eindigt, om erover na te denken. Was dat Gogol wilde in principe een trilogie schrijven. En wat wel bekend is dat hij een soort verhaal wilde schrijven van zijn held Chichikov, die in eerste instantie een beetje een gluiperige dief is. Want laten we eerlijk zijn, dat is die. Nou zijn er nog steeds politici en andere mensen die dit soort trucjes uithalen. En ik zag zelfs een artikel voorbij komen van een Russische school die elke keer een bepaald aantal studenten verzon om zo meer geld binnen te krijgen. Dus dit concept van oplichting is de wereld nog niet uit. Maar tegelijkertijd, het is een dief. We komen er ook achter dat Chichikov zijn verleden is heel erg gebaseerd in, ja, toch dit, een repetitie en een herhaling eigenlijk van constant diefstal en verschillende manieren van corruptie waarop hij dan snel rijk wordt. En
in de gevangenis komen we er eigenlijk achter dat, nou ja, er misschien nog wel een tikkeltje hoop voor hem is. Hij zit in de gevangenis en hij heeft een aantal gesprekken met verschillende mensen. En als ik het me goed herinner, was er een rechter en die begint op een gegeven moment een gesprek met hem van, ja, maar pas je leven nou aan. Hè? Ik ga mijn best doen om je vrij te spreken, maar pas je leven nou aan. Laat dit gaan. Je hebt wat geld om hier nog, om de rest van je leven nog mee te overleven. Zoek een leuke vrouw. Ga met haar samenwonen. Zoek niet naar dit soort gekke manieren om zo rijk te worden. Wees tevreden met het simpele leven en de vrijheid dat je als het ware hebt buiten de gevangenis om. En dan horen we hem even piekeren en twijfelen van, misschien zit hier dan wel weer wat in. En later schijnt hij weer op een manier vrij te kunnen komen. En dan denkt hij, oh ja, maar dat geld dat was toch wel aanlokkelijk. En wat nou als ik het alsnog dan op een manier kan verkrijgen? En dan begint hij weer te piekeren. En zo krijgen we constant vlagen door van, het gaat hem lukken, het gaat hem niet lukken. En Gogo wilde eigenlijk dat het hem zou gaan lukken. Hè? Dus over de boeken zou je een soort Dante's Inferno volgen, waarin je eerst, hè, dus Dante's een goddelijke komie zou je volgen. Dus eerst gaan we naar de lagen van Inferno door, om het zo te zeggen. Dus richting hel. En uiteindelijk komen we ook weer omhoog richting de hemel. En weet het hoofdkarakter zich weer te herpakken. En wat eigenlijk nu de vraag voor ons is als we het boek eindigen, is wat gaat hij nou doen? Vlucht hij weg uit de stad en trouwt hij inderdaad en volgt hij het advies van de rechter op? En zoekt hij een vrouw, start hij een huisje en een boompje en een beestje? En is het gewoon einde verhaal, goed en simpel en dat is het? Of blijft het een dief en blijft het een figuur dat mensen probeert op te lichten en tegelijkertijd ook een beetje zijn geld eruit te weten halen? Dus dat vond ik ontzettend boeiend aan het verhaal. Wat ik tegelijkertijd ook erg leuk vond, was de liefde die Gogol benoemt voor het Rusland, om het zo te zeggen. Dus enerzijds is het een enorme karikatuur dat hij schrijft. Dus de verschillende generalen die Chichikov ontmoet en de andere verschillende karakters. Het zijn allerlei figuren die ook, het wordt door verschillende mensen aangeduid als morele rot vertonen. En een soort van karikaturen vertonen van Rusland van die tijd. Aan de andere kant merk je ook een soort liefde daaruit. Dus door extra te benadrukken wat voor, hoe die Russische cultuur toen de tijd in elkaar zat en hoe iedereen overleefde en hoe iedereen tot elkaar verhield, toont ook een soort liefde naar Rusland. En je merkt ook een aantal fragmenten, dat bijvoorbeeld Chichikov rijdt in een koets door de Russische natuur en extra benadrukt hoe mooi het nou is. En Gogol schrijft echt met prachtig detail dan over de oneindige Russische vlakte, de bomen, de verschillende culturen en mensen die er zijn, de Russische geest waar hij het dan over heeft. Dat zie je ook terug in het boek. En dat vond ik ontzettend mooi. En dat dan voor een boek uit, 1842. Dus het is ook nu echt flink oud aan het worden. Maar toch was het nog ontzettend pakkend. En ik denk dat dat ook helpt dat het karakter zo herkenbaar voor ons is. In die zin, iedereen zal wel een beetje, een heel klein beetje van Chichikov in zich hebben. Oké, er zijn altijd een paar mensen die echt goud zijn. Die juist leven en die altijd binnen de regeltjes leven. Maar er zijn er ook een aantal, en ik denk het merendeel van ons, die toch een heel klein beetje van Chichikov in zich hebben. He? Toch het dropje stelen uit, uit de etelsbak. Of toch net, dat is misschien het minimale, maar we kennen het allemaal wel een heel klein beetje. Verder, wat vond ik er verder van? Ik vond dat voornamelijk het mooie en tegelijkertijd ook merk je dan dat, je merkt wel in het tweede deel dat Gogol aan het toewerken was naar die soort van goddelijke lijn. Dus die lijn van vergeving. Dus bijvoorbeeld hier heb je een aantal fragmenten waarin de prins praat.
van het gebied praat met een van zijn adviseurs over wat nou te doen met die mannen die toch niet heel, die toch een tikkeltje corrupt waren. Wat moeten we daar nou mee? Moeten we ze hard vervolgen? Moeten we ze hard straffen? En dan hoor je bijvoorbeeld dit. Excellency. Wie het ook is die u een schoft noemt, hij blijft toch een mens. Hoe kun je een mens niet verdedigen als je weet dat de helft van het kwaad dat hij aanricht voortkomt uit onbeschaafdheid en ontwetendheid? Wij begaan onrecht bij elke stap die we zetten, ook als we geen slechte bedoelingen hebben, en zijn voortdurend de oorzaak van andermans ongeluk. Of, nee, excellentie, ik bedoel het niet te zeggen dat ik iets weet wat u niet weet. Hoewel, er is inderdaad één omstandigheid die in zijn voordeel zou kunnen spreken. Maar daar zal hij zelf niet mee akkoord gaan, omdat een ander hieronder te lijden zal krijgen. Ik vraag me alleen af of u indertijd niet overhaast hebt gehandeld. Neem me niet kwalijk, excellentie, dat ik mijn zwakke verstand zo redeneer. U hebt mij een paar keer geboden openhartig tegen u te zijn. Toen ik nog uw leidinggevende was, had ik allerlei mensen onder me werken, slechte en goede. Men dient ook iemands eerdere leven in aanmerking te nemen. Want als je niet eerst alles nuchter bekijkt, maar meteen begint uit te varen, dan schrik je hem alleen maar af en krijg je geen echte bekentenis los. Maar als je hem met mededogen verhoort, alsof hij je eigen broer is, dan zal hij alles voor zichzelf vertellen. En niet eens om coulance vragen en koestert hij tegen niemand wrok, omdat hij haar fijn inziet dat niet ik hem straf, maar de wet. Dit soort fragmenten, daarin zie je, en ook op een gegeven moment dan later, zie je een soort van de christelijke lijn steeds meer door het boek heen gaan. Dus wat we weten van Gogol is dat hij onder andere christelijk was, orthodox. Dat het ook van invloed was op het werk dat hij schreef, deels. En hierin zie je wel dat hij dan al inderdaad toewerkt naar het punt van vergeving. Maar toch, het blijft voor ons open om het over na te denken. Was Chichikov goed, ja of nee? En ook dat concept van corruptie, en daar wil ik het bij laten. Speelt dat nog? Tenminste, dat komt zo mooi naar voren, vind ik. Dus, en nog steeds, als je dan dit leest over hoe bijvoorbeeld corrupt de samenleving in elkaar zat, hoe verschillende mensen ontzettend te lijden hadden, hoe op een gegeven moment de rijkeren steeds en steeds en steeds rijker werden, in prachtige huizen leefden, terwijl tegelijkertijd er duizenden slaven onder hen werkten. Hoe uiteindelijk zo'n bureaucratisch systeem ook met een centje hier en een centje daar nog aangepast kon worden. Maar tegelijkertijd moeten we ook niet een te morele rol hierin zien. Want uiteindelijk, ik bedoel, we kunnen deze teksten van net als ontzettend mooi zien, en dat is het ook. Maar Nicolai zelf was, nou ja, nogal autocratisch ingesteld. Ontzettend fan van het tsaristische regime dat op dat moment gaande was binnen Rusland. En ook steeds extremer werd in zijn denkbeelden. Dus van deze zeer milde aanpak zal hij misschien niet altijd genoten hebben. Het blijft een ontzettend boeiend boek. Daar hoef ik, ik bedoel, als jullie mijn mening niet geloven, zoek dan maar op welke schrijvers hij allemaal geïnspireerd heeft en wie hem allemaal heeft aangehaald. Als ik het me goed herinner, was het in De Gebroeders Karamazov, waar ik het nog eventjes over heb gehad, dat Dostojevski ook Gogol aanhaalt als een van de grondleggers van de Russische literatuur. En ik weet niet of hij dat daadwerkelijk is geweest, althans, ik geloof de dingen die mij getoond zijn. En ik ga er ook zeker van uit. Maar buiten dat, het is gewoon een ontzettend goede schrijver. En het is een bijzonder mooi verhaal voor een verhaal van 1842. En ik geloof inderdaad zonder twijfel dat dit verhaal een van de fundamenten kan zijn binnen de Russische literatuur. Het was prachtig, het was leuk. En oh, dat moest ik nog vertellen. Het is ontzettend grappig. Het is echt een ontzettend grappig boek. Soms word je eventjes meegenomen naar buiten. In het soort van derde persoonsperspectief. En je kijkt naar de held die zich op dat moment rondwandelt door het gebied heen. En dan krijg je wat mee van de schrijver over de held. Het is een ontzettend grappig en pakkend verhaal.
Dus ik raad het zeker aan. Het is misschien niet de eerste die je op moet pakken binnen de Russische literatuur. Ik denk dat er makkelijkere boeken zijn, maar het was wel een ontzettend leuk boek. En ja, goed. Volgende week. Volgende week komt in ieder geval, of ze in 3 video's komen of in 1 complete, maar komt de bundel van Turgenev. Dus dan hebben we vaders en zonen. We hebben Eerste Liefde. En we hebben de nieuwe 5-jagersverhalen. Die heb ik gelezen, dus die zullen in ieder geval volgende week komen. En de week erop, ik heb nog geen idee. Maar intussen ben ik wel de idioot van Dostojevski gestart. Dus die komt ook jullie kant op. Wanneer? Ik weet het nog niet. Het is een wat dikker boek. Maar hij komt eraan. Excuses als trouwens af en toe wat langer duurt. Maar ik ben ook bezig met de Lord of the Rings te herlezen. Die zal ik ook in 3 delen ongeveer nog bespreken. Maar die komt nog jullie kant op. Goed, vergeet ook niet te kijken naar de recensie die online staat in de website. Die staat als ik het goed zeg, de bio. Dus hier onder de video. En als je me wil helpen en je wil me een gunst verlenen, deel dan de video. Geef een like en abonneer ook. Want dat soort dingen helpt toch het algoritme mij een beetje op te pakken. En zodat meer mensen uiteindelijk deze boeken weten te vinden. Dankjewel en tot volgende week.